Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Ik ga nu mijn tandjes poetsen. Ik zou zeggen, geniet maar van de timeslapje. En daarna ga ik door naar de Rode Kruis. Daar ga ik opnieuw een kleine timeslapje van maken. Zo, mijn tandjes zijn gepoetst. Ik ga ook nog iets leuks doen, dus ik ga eerst helpen opbouwen. Ginder, bij het Rode Kruis, voor helpen bloed te geven. Dus ik ga ook nog even eerst mijn jas aandoen. Jawel mensen, de Q&A komt er nog wel aan. Ja. Geen bang hebben. Wacht, ik ben nu aan het denken. Heb ik dan alles? Denk het wel, ja. Sleutels hangen nog op de deur, dus dat is goed. Dan nu met mijn kabinetje naar kinder vertrekken. Portefeuille heb ik ook, dat is goed. Voilà. Ik ben nog iets aan het vergeten. Oei. Voilà, licht uit. Dus voilà, ik ga nu eens vertrekken naar de Rode Kruis in Sint-Jorisheem. Dat is in Sint-Joris zelf. Ja, ik ben blij. Ik heb mijn boeleke wel even hier zo gezet. Waarvan dat ik toch snel eruit moest. Dus ik ga nu eerst naar Sint-Joris heen. Het is ook vies weer. En daar ga ik eerst helpen opbouwen. Daarna ga ik nog iets leuks doen. In de modder gestapt. Voilà. Ik ga jullie even hier zo zetten. En als ik vertrek, dan stop ik ook onmiddellijk met vullen. Want ik weet nog, ik weet bij God nog altijd niet waar ik jullie moet neerzetten. Dat jullie er niet vanaf vallen. Voilà. Gordel om. Check. En dan. Let's. Stofzuigen. En dan zit het erop met deze wagen te kuisen. Dus ik ga jullie weer even hier zo opzetten. Goddelke aandoen. Energie start. Achteruit. Rem af. En achteruit camera wijd weer. Valessa. Maar we gaan wel de muziek stilzetten. Zij zei copyright claim. Kijk, jullie hier ook het licht al aanzetten. Dan zien jullie mee. Valessa. Ja, ik ben weer al op stap met de stap-inwagen. Oeh, hier ligt een grote plas. Ik wil er wel voor betalen, maar ik weet dus niet hoe ik daar moet betalen voor. We gaan dan maar eens bekijken hoe dat werkt hier dan. Voor toch te betalen, voor toch te stofzuigen. Voilà. Ik kom er niet. Even terug achteruit. Ja. Dan terug die maar hier vooruit. En dan gaan we eens even kijken. Hè. Ik hoor dus niks van stofzuigers. Dus even voelen als de stofzuigers aan zijn. Wat is er? Ja. Moet dat voelen eens een andere keer.
Zeg eens voelen. Nee, gewoon niks. Dan wordt het zelfs. Ja. Nee, dus ik heb dus de stap in waar ik volledig gekuist. Behalve ja, het stofzuigen is er dus niet van gekomen. Dus, maar binnenkant valt het ook nog reuze mee. Het was vuil hoor aan de buitenkant. Het was echt vuil. Die moest wel eens dringend. Maar aan de binnenkant valt het nog goed reuze mee. Voilà. Zie je dus? Dat is eigenlijk de huurwagen wat je kunt huren bij Stap. Nu nog een boodschap van algemeen nut, dames en heren. Schrijf u in bij 666LAN. Alle informatie vind je op www.psychotv.be. Klik op de 666-LAN post. Daar staat ook een link, ofwel op de logo van 666. Dan schrijf je ook rechtstreeks in voor die LAN party. Als er 20 tickets zijn verkocht, wordt er een rad aangedraaid. En al die 20 mensen staan dan in die rad. Gaat de rad draaien. Wordt er een naam uitgekozen. En die wint een tweede ticket die dan gratis mag weggegeven worden aan uw vrienden. Of klengenoten. Noem maar op. Voilà. Bij deze een kleine oproepje naar jullie toe. Dus kom alsjeblieft naar 666LAN op 14, 15 en 16 april in Antwerp Expo. Tot later. Zo, voilà. Dan ga ik maar eens stukjes ervan eens hier vertrekken. Hier op de car wash. En dan ga ik die terug inleveren. Maar eerst moet ik nog langs mijn thuis toe. Want ik heb ook mijn was bij. Van mijn ouders. Dus die ga ik nog eens even eerst deponeren. Ik vind het wel jammer dat ik het niet kon stofzuigen. Voilà. En achteruit. Go, 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 go. Ja, 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 ja. Voilà. Dan in drive. En go, go, go. Tot ziens allemaal. Yo, yo, yo. Zo. Dat was afgeleverd. Wordt ik nog gestoord? Ja, oké. Voilà. En nu terug vertrekken met de wagen richting de laadpunt. Dan meemaken halen. En dan mijn lievertje gaan halen. En dan ga ik kijken wat ik ga doen. Ik ga naar huis springen. Ik weet het nog niet. Dan heb ik nog de Q&A. Moet ik ook nog in elkaar steken. Dus ik heb nog redelijk wat te doen. Oh ja, ik heb de auto blijkbaar gesloten. Ai, ai, ai. Ja, jongens. Had je geen Rode Kruis opstaan? Jawel. Jawel, die had ik wel opstaan, maar ik moet nog zelf nog eens terug gaan voor terug alles. In de zaal terug goed te zetten. That's it. Allee, ik ga nu de wagen naar de laadpunt brengen en dan kom ik naar jou toe. Tot straks. Van zich ga ik gereden. Hier, sleutel. Sleutel. Openen. Voilà. Dan is hem geopend. Hehe. En daar staat de brouwerij. Hey, de brouwer bedoel ik. De brouwer, de brouwer, de brouwer. Dan weer al mijn dingen aandoen. Gordel. En dan go. Tot straks allemaal. Yo, yo. Zo mensen, ik ben terug thuis. Ik ga nu de Q&A opnemen. Ja, mijn vriendinnetje is er ook weer op bij. Hufsa 3, wat licht aandoen. Voilà. Dan ga ik via mijn gsm weer licht aandoen. Ja, dan kan ik de deur niet sluiten. Hè. Lichten aan.
Alsjeblieft. Dank u. Voilà. En nu ga ik de Q&A in elkaar steken. En daarna ben ik terug, Ribby de Bee. Maar ik ga straks wel terug naar huis, hè, schat. Ja. Dan ben ik dus terug, Ribby de Bee, naar het Rode Kruis Alken. Voor helpen terug alles te goed te zetten in de zaal van Sint Joris Heem. Verlassen. Dus nu ben ik achter mijn computer gekropen. Ik wil gewoon terug naar mijn desktop. Oké, voilà. Je hebt de luchtmatras gezet. Ja. Waarom? Voor zaterdag Chris toch? Ik heb je toch gepoetst en dan heb ik direct mijn matras teruggelegd. Oké. Allee, tot ziens allemaal en veel kijkplezier bij de QQQ. Hallo allemaal en welkom op de QQ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 
Discord-vragen erbij nemen. Jasper het DH. Dus je kunt nog altijd reageren in Discord. Dus bedoel voor de Q&A, hè. Dus en liefst 15 vragen per gebruiker per week posten. Daar ben ik toch ook wel heel blij mee. In hoeverre beïnvloedt de kwantumfysica ons begrip van werkelijkheid? Dat moet je niet aan mij vragen. Zijn morele waarden universeel of cultureel bepaald? Moet je niet aan mij vragen. Hoe kunnen we de relatie tussen entiteit en het zelf begrijpen? Dat weet ik niet. Is de realiteit die we ervaren slechts een perceptie van onze geest? Dat weet ik niet. Bestaat er een intrinsieke waarde in kunst los van subjectieve waardering? Weet ik niet. Dus Jasper J.D., dus al uw vragen, dus ook zelfs 7, 8, 9 kan ik niet beantwoorden, 10 kan ik niet beantwoorden, 11 kan ik niet beantwoorden, 12 kan ik niet beantwoorden, 13 kan ik niet beantwoorden. Vraag eens ook eens vragen gewoon rondom mij, Bea, of iets over de vlog of zo, en niet zo echt van wetenschappelijke of technologie vragen. Daar kan ik totaal niet op antwoorden. Dus uw vragen zijn totaal nutteloos. Dan, e-mail. Wist je dat Bert achter de felle fake accounts zit? Wou gewoon even zeggen uit anonieme bron. Ja, oké, okay, e-mail profielpot. Als dat zo is, dan is het maar zo. Libby, wat vond je van FOM? Was je blij met jouw zitplaats? Ik was zeer blij met jou, met mijn zitplaats. Maar wat er is gebeurd, kon even niet, ook niet door de beugel. Want er is 2 keer met sardine besmeurd geweest op mijn zitplaats. Dat was wel eigenlijk niet leuk. Terug naar FOM in september, maatje. 9 van de 10 kansen wel. Dan, Timo. Wat is jouw lievelingsauto? Ik heb eigenlijk geen lievelings... Ja, ik heb wel een lievelings... ik heb een droomauto, dat is een Lamborghini. Wat zou je ooit eens willen doen met je kijkers? Ik doe meet and greets gelijk in Verano en Hugo's Christmas House. Dus houd zeker mijn kanaal in de gaten van wanneer dat er volgende dingen gaat zijn. Dan, e-mail bro viewbot. Waarom heb jij geen respect voor uw mama? Telkens als ze u belt, zit je boos op haar. Dat is echt geen respect te hebben. Maat, ik ga niet liegen. Ik heb wel respect naar mijn mama toe. Ik geef dat eerlijk toe, ik heb daar wel respect voor. Maar dus daar zien jullie niet achter de schermen. Als ik continu aan het livestreamen is en mijn mama belt mij op, ja, dan kan ik mij een klein beetje wel in opjagen. Dat geef ik eerlijk toe. En dan, ja. Oké, okay, dan Mike. Kan je naar de 66 land met de leszone? Ja, daar kun je perfect geraken. Wie is je favoriete Studio 100 figuur? Gert Verhulst. Die heeft de oprichter van Studio 100. Weet je dat je nog steeds dames en heren zegt in plaats van dames en heren? Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ik weet het heel goed, Mike, dat ik dat altijd zo zeg. Dames en heren. Ja.
Kan je naam achterstevoren zeggen? Nee, dat kan ik totaal niet en ik ga het ook niet proberen. Wist je dat je curryknor saus ook lekker is? Curryknor, die ken ik niet, de curryknor. Curryknor ken ik niet. Lust je kippen ragout? Wat is kippen ragout? Dan eens even aan kijken. Ja, dat is volleval. Ja, ja. Dat eet ik heel graag. Dan lust je vidé? Ja, dat is vidé. Dus dat is ook je vraag beantwoord. Zou je graag met mobiel home naar een land gaan? Ja, mobiel home. Ja, dat zie ik wel eens zitten, dames en heren, met een mobiloon naar een landbar te gaan. Hoe gaaf is dat? Wist je dat kippen, ragout en vidé hetzelfde zijn? Ja. Lust je liever kippen, ragout of vidé? Ah, wel, vidé. Waarom ze een gsm ook een smartphone? Waarom? Ah, gsm was ja vroeger het term. Omwille van dat kon ik niet zoveel dingen mee doen. Ik kon alleen maar mee bellen, mee sms'en en Snake spelen en nog een paar spelletjes. Maar nu tegenwoordig op de smartphone, ja, moet je gewoon, is dat touchscreen geworden en noemen ze dat gewoon een smartphone. Als je een gat in de buitenmuur zou boren, zou je die dan schuin naar boven of schuin naar beneden boren? Dat weet ik niet, Mike. Voilà. Dan. Diskelle Sander. Dus ik ga gewoon Sander zeggen. Hallo, ik kom hier terug na u of Fom te hebben zien zitten. Ik kan nergens praten in kanalen buiten hier. Kan je dit oplossen? Nee. Dat gaat niet meer gebeuren. Dus je kunt hier niet meer chatten op mijn Discord server. Alleen maar Q&A vragen stellen. Daarvoor gebruik ik ook nog Discord. En ook announcements te doen. Bijvoorbeeld als de vlog te laat gaat geüpload worden. Dat ik het dan daar ook even kan in zeggen. Dan Giorgio. Grote baas spreekt niet tegen zijn fans. Enkel roepen en bannen. Dat is niet waar. Oei, vorig jaar na FOM in zomer was ik hier ook even komen zitten en toen was het ook veel drama. Ja, en het blijft maar drama, dus dan heb ik ook maar de kraan toegedraaid voor de drama te ontkomen. En dat betekent dat ik dan ook stop met die Discord chat. Punt. Oké, dan vraag voor Q&A. Waarom je nooit praat meer met fans, maar als je seks sms'jes krijgt, wel reageert? Dat is niet aan jou te beslissen. Kijk, ik ga sowieso zeggen, heel veel YouTubers, oké, die hebben ook wel Discord, maar die spreken ook niet tegen zijn fans op Discord. Die hebben daar gewoon geen tijd voor. Sorry, ik heb daar geen tijd voor dat we kunnen onderhouden, dan nog eens met jullie fans te kunnen chatten. Je moet denken, ik moet 8 uur werken, ik moet dan nog content maken, ik moet dan ook nog mijn content in elkaar steken. En dan moet ik ook nog eens op de chat komen. Oké, dan zal ik wel op de chat komen na 12 uur s'nachts, als niemand er is. Voilà. Dus, sorry. Dus daarom dat ik ook de chat heb afgesloten. Bij deze weet je dat. Was wens van CEO het timeline alleen een weekje naar voren gehaald. Sorry maatje, Psychotv community is dood. Je kan nog wel semi-regelmatig vlogs kijken en leuke comments achterlaten zolang het positief is en nul kritiek. Maar Discord doden en Q&A na. Oké, dat was van de DC. Dan Sander, oké, dan sleep ik deze weer in het mapje met Discord waar ik niet naar omkijk. Misschien tegen volgende firmware verbetering. Je probeert het over 6 maanden nog eens, zegt de DC. Dan MTL. Ik verlaat de boel hier. Oké, die heeft het dus echt verlaten. Ik verlaat de boel hier en Discord zonder community. Dat is zeer vreemd. Doei. Doei.
Dan Hiago, ik ook geen zin meer om hopen te verbetering 1750 vlogs in de vuilblak. Oké, okay. Ja. Waarom zit je een loser? Dat zit jij, boef. Want wat jij zegt, zit je zelf. Want kijk eens maar eerst naar je eigen en dan de reactie uitlokken naar iemand anders ertoe. Dus, ik laat me niet meer doen. Dus, jij bent een loser, ik niet. Ik laat me niet meer doen. Want, je moet zo denken, kijk, als iedereen zo begint op de kap te zeggen van kijk, jij moet dat zo doen, jij moet dat zo doen, jij moet dat zo doen, jij moet dat zo doen. Dan heb ik ook niks meer te zeggen over mijn eigen kanaal en dan kan ik ook mijn eigen niet meer zijn. En dan, ja, voel ik mij zo gelijk mee aangesloten bij VTM dat ik naar andere mensen moet luisteren. Hè? Oh ja, zo moet je dat gaan opnemen, bla bla, voilà. En zo zal het dan ook wel zijn. Nee, laat mijn eigen zijn. Punt uit. Dan Mike, zou je het werk dat Doekie doet aankunnen en zou je willen proberen? Ik zou het wel willen proberen. Maar wat Doekie voor werk doet, ik weet niet meer juist wat het was. Laat mij nog maar eens even weten. Dan Robin. Oei, Eurotrucks kunnen ook gebannen. Waarschijnlijk door Ratchen in andere channel. Dan Juicy HD is hier weer Saiyan geworden. Miss chatten met metafannikus van Psycho TV. Dan Hiago. We are Trucks. Oké, okay, plat. Dan. Ja, Smurf, lieve Kokovoyen of Vollevaux. Vollevaux, heb je al eens een kamelen gemolken en lust je kamelenmelk? Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ga u vragen, dus eigenlijk daar niet op antwoorden. Echt wanneer. Wanneer is jouw verjaardag? 17 november 2024. Dan weten jullie dat ook al. Liever, wacht, hè. Wat is de grootste getal? Voor de rest zijn het geen goede vragen. Oké, okay, dan gaan we door naar Tuesday AD. Stuk TV en IJzer te hebben een kleine ruzie. Aan welke kant sta jij van dit verhaal? Gelieve niet te zeggen dat je ze beide even graag kijkt. Gelieve een echte uitgebreide mening hierover te geven. Dank u. Ik blijf daar dus net. Ik blijf in het midden. Ik blijf onpartijdig. Dus ik blijf heel graag naar Stuk TV kijken. En ik blijf heel graag naar IJzer kijken. Dus ik blijf neutraal. Dus toch het beste antwoord wat ik kan geven, hè? Voilà. Ja, mensen, mijn schatje zit hier langs me. Voilà. Mike, zou je liever een arm of een been kwijt zijn? Liever geen beiden. Wist je dat kip en ragout en VD hetzelfde zijn? Ja, yeah, bla bla bla. Wat is dat hier? Oké, ja. Voor de rest, is dat gewoon een gechat geweest. Echt waar. Ik heb juist weer al een nieuwe topic geopend. Eens even kijken, want ik kan je één ding zeggen. Mijn Discord mensen zijn, op een of andere zijn ze toch niet een klein beetje slim. Zijn ze niet slim. En wat bedoel ik daarmee? Dat is, maak toch gewoon een nieuwe topic aan in de off-topic. Voilà. Nu is een topics aan het maken, dus als het dan uit de hand loopt, dat ik dan ook nog kan ingrijpen, dan ben ik nu ook nog integraal aan het doen voor jullie. Eens even kijken, ja. Post, alstublieft. Voilà. Eens even kijken, wat is dat? Echt waar, ze zijn al goed bezig.
meer reacties bekijken. Ik ga die reacties gewoon verwijderen. Echt waar, mensen. Echt. Waar houden jullie toch allemaal mee bezig? Echt waar, waar houden jullie toch allemaal mee bezig? Voilà. Oei, in afwachting. Oeh, ja. Mm-hmm. Wat? Niet hardop voorlezen. Oeh, oké. Okay. Ik snap hem. Ik snap hem. Ik snap hem. Nu ben ik nog iets aan het zoeken. Ah, oké. Okay. Dan gaan we over naar de Q&A-vragen van YouTube nog. En als je pludup hoort, dat is gewoon Steam die even wat moeilijk doet. Dan vlog 1751, 3 reacties opgekomen. Lucas, stop met uw brolkanaal, maat. Vettige leugenaar. Wat ben ik dus aan het liegen? Ik lieg niet. Dan Bear Force One, Dimi, ik zal jou uitleggen waarom ze carnaval in de winter vieren. Weet je, carnaval is een beetje zoals het werk dat je doet bij Globagem, waar je stickers op dozen plakt. Elk van die stickers maakt de doos speciaal en uniek, net zoals carnaval onze winter speciaal en uniek maakt. Lang geleden, toen er nog geen stickers of Globagem was, vierden mensen carnaval om de winter even te vergeten en zich voor te bereiden op de lente. De winter is koud en donker en mensen hadden iets nodig om blij en warm van te worden. Carnaval was hun manier om samen te komen, zich te verkleden en plezier te maken, net zoals wanneer je mooie kleurrijke sticker op een doos plakt en het er meteen vrolijker uitziet. Ze kozen de winter uit omdat het vlak voor de lente is. Een tijd waarin alles weer begint te groeien en bloeien. Het is een beetje alsof een laatste sticker om een doos plakt, voordat deze klaar is om verstuurd te worden naar een nieuwe plek. Carnaval helpt mensen om zich klaar te voelen voor de lente. Net zoals jij helpt met dozen klaarmaken bij Globagem. Dus elke keer als je een sticker om een doos plakt, denk maar aan hoe jij helpt om de wereld een beetje mooier en vrolijker te maken. Net zoals carnaval dat doet in de winter. Dat is wel heel mooi gezegd. Maar waarom doen ze het nog altijd in de winter? Ja, daarom dus. Ja, oké. Okay. En dan Poolside the Prince, dat is jouw eigen mening van loser, leugenaar. Je hebt de Discord al afgesloten. Ja, ik heb al de Discord al afgesloten. Maar er is toch een kleine omwijsje. En ja. Die kunnen ze dan wel. Voilà. Voilà. Ik heb iedereen. Voilà. Iedereen kan terug chatten. Voilà. Iedereen. Maar nog niet helemaal te goed. Denk er maar aan. Dus als het echt uit de hand loopt, dan kan ik het nog altijd sluiten. Voilà. Dan hebben we vlog 1749. 5 reacties opgekomen. Pony Crusher. Duimke, duimke. Yeah. Yeah. Oké. Okay, dankjewel. Een hartje voor jou. Dan Potter Toast. Licht mentale welgen. Chic. Dankjewel. Acroma 1988. Hoeveel geld heb jij al gedoneerd aan ISET? Dat laat ik anoniem achter. Een discretie achter. Portasport 561. Goeie thumbnail, Dimi. Zeer origineel. Dankjewel. Dan Bear Force One. Dimi, tip top dat jij nieuwe ottoken hebt. Je hebt daarvoor verteld of vorm dat je daarin gaat slapen of vormen. Zal wel comfortabel een otterke zijn en geen last van snurkende platte luchtmatrasjes. Veel succes en je hebt Nemoken gevonden. Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt.
Echt waar, mannetjes. Ik ben al time. Die topic is nog maar even open. En ze zijn al bezig. Ze zijn mij al loser aan het noemen. Loser dit, loser dat. Kijk eens eerst naar jullie eigen, zo gelijk Emiel en Boef, loser. En Benny de slimste, loser. Voilà, iedereen die mij loser noemt, die geef ik een time-out. Voilà, sa. Echt waar. Hupsadre, ja. En dan, oh. En al dat comments van loser dit, loser dat, die zit me nu gewoon aan het verwijderen. Dus dan weten jullie dat. Dus daag me niet uit op Discord. Ik verwijder het gewoon. Die reacties. Ik ga sowieso zeggen, ik heb er geen tijd voor op Discord te komen. Punt uit. Dan moeten jullie ook bij eens neerleggen. Ik doe al heel veel moeite om content, vlogs elke dag te maken. En dan noemen jullie mij nog loser. Dan moeten jullie eens een klein beetje denken aan jullie eigen. Jullie zijn gewoon jaloers. Jullie zijn losers! Voilà. En de mensen die dat niet hebben gezegd en die wel achter mij staan. Love and peace. Love is in the air. Love is in the air. Voor jullie al de fans die wel achter mij staan, die mij geen loser noemen. Dank u. Dan zitten we op Eurotruck Simulator. Daar is één reactie op gekomen. En dan saai, 34 views en het staat al 2 dagen online. Zeg genoeg, stop gewoon met uw bro gaming video's en begin eens te werken aan vlogs content. Loser, hier weer al iemand die mij loser noemt. Kijk hè mensen, als jullie mij loser noemen, dat is jullie mening, niet mijne. En als jullie zeggen van, oh, dat is een loser, ja, dan is het maar zo, dan moeten jullie maar naar een andere YouTuber gaan, hè. Voilà. En vanaf nu, dus ga ik het ook bijhouden in Klapblok, per 3 keer een loser te noemen, dus in de comments. Dus Lucas heeft het al 1 keer gezegd. Dus na 3 keer word je dus onmiddellijk verborgen op mijn YouTube-kanaal. Dan, vlog 1748. Twee reacties opgekomen. Duimpje omhoog voor more information en een handje. Hoi hoi. Dan, de vlog 1747. Daar zijn 2 reacties op gekomen. Leuke vlog, Dimi. Doe zo verder. Dankjewel, Marcel. En HMBZ. Hoi, hoi. En dan de laatste. 1746. Daar zijn 2 reacties op gekomen. Jong Mil. Gaan we X hard tongen? Nee. En dan Dimi, schoon een timeslapje in het begin. Dankjewel. Voilà, sir. Ik ga nu de vlog in elkaar anders steken, dus deze hele vlog. Dus ik ga het ook hier beëindigen. Ik hoop dat jullie het er hebben van genoten. Dus ik ga hier nu de SD-kaartje al eruit halen. Maar wel, ik ga jullie ook wel Trek laat weten hoeveel dat het eigenlijk is geworden. Omzetree. Dan doe ik mijn dingen open. Hoppa.
Dan ga ik helemaal naar onder toe, TCM. Dan allemaal van de 26e. Oeh, ik heb in totaal 9 fragmentjes gefilmd. Nice, nice, nice. Dat is toch altijd heel mooi meegenomen. En dan nog deze fragment met een Q&A. Dus ik ben gewoon echt tevreden. Tevreden dat ik een mooie een goed bodemvolle vlog content heb kunnen afleveren aan jullie. Mensen. Ik denk dat ik nog iets ga drinken. Subiet. Dan terug naar de Rode Kruis. Alken gaan in Sint-Jorisheem. Alles daar ook terugzetten. Dan ook de timeslap nog even maken. Want die heb ik dus niet gemaakt toen ik mijn auto aan het in de carwash was. Want ik heb dat gewoon opgenomen en niet in een timeslap mode. Dus dat moet ik ook nog even aanpassen. Dus dat komt wel allemaal wel in orde. En dan... ga ik binnenkort ook mijn Steam nog eens te goed is opruimen. Al de spelletjes wat ik dan ga spelen, ga ik dan wel eens vernoemen. En misschien zeggen van jullie van, oh ja, dat is wel een leuk spel. Zo gelijk Grand Theft Auto 5, dat staat er nog wel op het programma, dat er ook nog gaat terugkomen op mijn YouTube kanaal. Counter-Strike 2 gaat ook nog terugkomen. Team Fortress 2. Euro Truck Simulator 2. Command & Conquer Remastered Collection gaat ook nog terugkomen op mijn YouTube kanaal. En daarna ook nog Flatout 1 tot en met de laatste editie van Flatout. Die ga ik ook dan nog proberen in een single player mode uit te spelen. Voor jullie ook misschien ook wel in een livestream mode. Ik ben nog zo even zoal aan het scrollen. Portal. Dus zo de verschillende portalen wil ik wel uitspelen. Left 4 Dead. En Left 4 Dead 2. Dat wil ik ook wel ooit wel nog ook eens gaan spelen. Dus ik heb nog wel ook nog een betere idee. Dus tegelijk ik ga jullie ook wel dan de dingen laten zien. Wacht, hè. Ik heb de beeldscherm 2 erbij doen, dus gelijk Grand Theft Auto 5. Dus dat is Grand Theft Auto 5 wat jullie zien. Dus dit hier. Dus daar gaan we nog eens binnenkort nog wel in spelen. Dus dat gaat wel echt heel leuk zijn. Dan Portal. Dus dit hier. Voilà. Dus zo van die hele leuke games gaan we wel gaan spelen binnenkort. Dus kijk maar, ik heb hier, wacht kijk hè. Klaar om te spelen. Zie je, dus er staat nog redelijk wat in de blauw. Hier is ook gelijk, ik ga eens even dus bij jullie eens doorlopen. En misschien dat er toch wel zeggen van, jawel, laat die er alsjeblieft ook opstaan. ook opstaan. Voor misschien samen te kunnen gaan gamen of wel daar ook wel een mooie gameplay video van te maken. Dus ik ga eens even dus overlopen. AIM Labs America's Army. Dan hebben we nog Apex Legends. Apocalypse The Game. Arch of zoiets. Argo. Arona Kingdom. AVA Aliens of Valiant Arms. Bioshock Remastered. Ofwel Bioshock 2. Black Desert. Ofwel Black Squad. Oftewel Borderlines. Oftewel Saliber. Call of Duty,
Carmageddon Max Damage of Carmageddon Reincarnations ofwel Command & Conquer Remastered Collections, Command & Conquer 3 Case of Fraud of Command & Conquer 3 Tiberian Wars, Command & Conquer 4 Tiberian Twilight, Command & Conquer Red Alert 3, Command & Conquer Red Alert 3 Obsessions, Counter-Strike 2, Counter-Strike Condes 0, Counter-Strike Condes 0 Deleted Scenes, Counter-Strike Nexions Studio, Counter-Strike Source of CRSEED, The Cyclid Frontier, of Day of Defeat, of Day of Defeat Source, of DSC World Steam Editions, of The See It of zoiets, of The Fanse. Destiny 2 of Digimon Master Online, Disney Speedstorm, Dot to Dot Puzzles, Dota 2, eFootball 2024 of Epic Rollercoaster of Euro Truck Simulator 2, Evolved Stage 2, Far Light 84, The Finals, Firefall, Flatout 2, Flatout 3, Flatout Ultimate Carnage, Grand Theft Auto, Liberty, Episodes from Liberty City, Grand Theft Auto 5, Cold Wars 2, Kunstmet Simulator, Pro League of zoiets, Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2 Deathmatch, Half-Life 2 Downfall, Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2, Half-Life 2 Lost Coast, Half-Life 2 Update, Half-Life 2 Year Long Alarm, Half-Life Absolute Zero, Half-Life Blue Shift of Half-Life Deathmatch Source, Half-Life Obsidian Force of Half-Life Restarted, Half-Life Source of Halo Infinity, of Card Reader, League of Madness, Left 4 Dead of Left 4 Dead 2, The Lord of the Rings Online, Lost Light, Mafia 2 Definitive Editions, Marvel Heroes, Match Warrior Online, Monopoly, Monopoly Plus, Monopoly Poker, Overwatch 2, Paladins, Paladins Public Test, Pout of Exile, of Pinball Arcade, Planet Coaster, Planet Side 2, Planet Side 2 Test, Portal, Portal 2, Portal 2 Sensane's Perceptual Pack, Portal Reloaded, Portal Revolutions, Professional Fishing, Project Playtime, Project Turku of zoiets. PUBG Battlegrounds, PUBG Test Server, oké, dat is gewoon een server, Quake Champion, Quantum League, Race Day Rampage, Race Room Racing's Experience, Riders of Lacurus, Rift, Ring of Elysium, Rocket League, Rollercoaster Tycoon Deluxe, Rollercoaster Tycoon 2 Triple Thrill Pack, Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition, Rollercoaster Tycoon Platinum, Rollercoaster Tycoon Classic, Rollercoaster Tycoon World, Russian Fishing 4, Sega Mega Drive en Guinness Classics. En daar heb ik al in, normaal gezien. Moet je dat hier zien? Hier, TLC's. De Robotnik heb ik, Sonic the Hedgehog 2 en Sonic the Hedgehog 1. Die moeten we zeker nog eens gaan spelen, mensen. Echt waar, dat gaat hier echt heel tof zijn. Dan hebben we nog The Sims 4, Smite, Star Wars, Smite Public Test, Stay Out, dan Summer Norse Wars, Cronus of zoiets. Dan Super People 2. Supermarket Simulator Pro Luke. Servarium. Team Fortress 2. The Hunter Classic. Tiny Tina's Assault on Dragon's Keep. Wonderlands on Short Adventure.
Total War Shogun 2, dan Trackmania, Trackmania United Forever, Trackmania 2 Stadium, Trackmania 2 Valley, Train Simulator, Tree of Xavier, Un December Uno Vampire, de Masquerade Blood Hunt, Vegas Infinity by Pokerstar, War Thunder, Warframe, Warhammer Vermitted Tide 2, World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of War Planets, World of Warships of Realms.es The Game. Voilà, ik heb heel mijn lijst van Steam alleen eens even afgeroepen. Dan had je ook nog, wat ik ook nog heel graag speelde, allee. Op Ubisoft is dat. Nee, op Epic Launch of Epic Games. Allee, hoe noemde dat weer? Ik moet eens even gaan kijken. Oh, ik ben het echt vergeten. Maar ik ook nog heel graag speel. Weet je het? Nee, oké. Okay. Ik weet niet welke jij bedoelt. Oké. Terwijl gaan we ook al dit hier ook laten opstarten. Dit hier, voilà. AVS4U.com. Terwijl is ook nog Epic Launch Game aan het lanceren. Epic Games. Dan gaan jullie ook eens zien van hoe ik ook mijn vlog dan echt in elkaar steek. Voilà. Dan nog audio. Dus je ziet wel dat ik ook dat ook altijd in het acht moet nemen. En dan doe ik nog importeren. Dan hier dat getalletje. Hupsatree, openen. En dan moet ik maar wachten en 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 wachten. Oké, dat is... Timeslap, wacht hè. Ja, deze moet eerst en dan die. Ja. Deze, dan dat is een timeslap. Dan is dat weer geen timeslap. 74, dan hier de 75. Dat moet een timeslap worden. Dus deze moeten we dan ook nog zo doen. Snelheid. Dempen. Want dat is hier in een 2.45. Dit gaat naar 13 seconden. Oh, pak 15 seconden. Voilà, 15.013. Dan is dit zat er nog bij. En dan nu nog subiet deze fragment waar ik nu ook nog aan het opnemen ben. Er nog wat bij steken. En dan ja, zit de vlog erop. Maar ik wil jullie wel echt die ene naam nog altijd willen te zeggen. Met de Epic Games is nog altijd aan het opstarten. Ja, je ziet het mensen, hoe ze mij hier uithalen. Dat is publiek dus, iedereen kan dat ook zien. En je ziet dat er ook al timeouts zijn uitgedeeld. Waarom? Hopelijk kan ik het hier ook zien, Valassa. Echt waar, hupsadree, dat verwijder ik gewoon. Hopsa. Hebben jullie het nu ook gezien? Wacht, en nu zien jullie het ook dat de Epic Games nog altijd aan het starten is. Oh, allee, ik kom er zelf niet op. Ik ben continu aan het denken. Die met die springdingen daar. Ja, met die blubber. Ja. Gum. Fall Guys! Fall Guys! Ja, Fall Guys. Geweten. Ik dacht dat iets met gun was. Dus ziet Fall Guys, deze game wat ik bedoel, mensen. Fall Guys. Dit hier, hè, mensen. Ja. Oho, deze hier. Voilà. Fall Guys. Ja, dat is die, hè? Ja. Die speel ik echt heel graag.
Voilà. En je ziet mensen, het is nog altijd niet opgestart. Maar ja, mensen, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je te horen wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een hele mooie livestream komt. En als je naar Discord gaat en je gaat ook chatten in die ene topic, chat topic, hou het ook alsjeblieft deftig. Als je het niet deftig houdt, ik smijt het er gewoon uit, zonder boe of ba. Ik smijt het er gewoon uit, ik heb er nu genoeg van. Ik heb al genoeg waarschuwingen gegeven in de wereld. Dan gaat mijn schat ook wel mee in gelijk geven, want ik heb genoeg waarschuwingen gegeven. Dat klopt. Ik heb genoeg van mij laten trollen, dat ja. Zo zeggen. Mij laten uitlachen en al. Daar heb ik genoeg van. Ik ben daar nu tegen aan het keren. Dus, als je wordt geband van mijn Discord-server of geband wordt van mijn YouTube-kanaal, dat betekent dat je het zelf hebt gezocht. En dan mij ook niet beginnen te PM'en. Dus, en ook zo gelijk dit. Ik heb nu eens, echt waar, dat is... Boo Cyderpins is echt een klein kind. Ik noem dat nu een klein kind. Kijk eens wat die allemaal doet met mijn foto's. Ik ga het jullie eens laten zien. Hoe kinderachtig kunt je zijn? Hoe kinderachtig kunt je wel niet zijn? Voilà. Nu lach ik jou eens uit. Boef. Boef de loser. Voilà. Ik laat mij ook niet meer van mijn sollen. Ik laat mij niet meer mij uitlachen of zo. Ik heb nu mensen die ook achter mij staan, die mij daar ook mee hebben wakker ingeschud van. Kijk, die mensen, die moet je van uw kanaal verwijderen. En dan doe ik dat nu ook. Ik luister ook naar hen toe. Dan weten jullie dat. Oké, mensen? Bij deze ga ik nu echt de vlog volledig beëindigen. Tot later allemaal. Yo.